Leuk dat je kijkt. Welkom naar een nieuwe unboxing hier op Gamers.nl. Jullie hebben lang niet unboxed. Dat klopt. We kregen geen boxes binnen om te unnen. En nu wel. En nu wel. En we hebben wijntje, denk je misschien waarom? We hebben 125 podcast afleveringen. We hebben 125 podcast afleveringen opgenomen. Cheers, Sherry, uit Voelen. Wij zitten ongeveer op 1,5 meter van elkaar. Ja. En we hebben een pakketje gekregen van Ubisoft. Dankjewel, Ubisoft. Cheers. Van Watch Dogs Legion. En het is een enorm pakketzaal. Het is een heel groot pakket. Is het de grootste perskit die we ooit te winnen hebben gekregen? Nee, verre van. Nou, hij is wel heel groot. Maar hij is wel heel groot, hoor. Ja. Nou, zal ik hem openmaken? Jij mag hem openmaken, maar je moet het denk ik doen liggend. Ja, want ik zie al dat er hier wat een en ander uit probeert te vallen. Ja. Ik leg hem even op zijn rug. Nee. Watch Dogs Legion logootje. Weet je wat ik doe? Ik ben dom. Ik moet het natuurlijk zo doen. Want jullie zijn daar. Jullie zijn daar. Alleen maar mezelf te denken. Kijk, gaat ie. Ta-da-da-da. Proud to be resisting. Zeker proud. Oh, ik doe niet meer mee. Ho, oh. Proud. Ik ben zeker proud. Ik ben hartstikke proud to be resisting. Ben je zeker? Ja, dat betekent maar mooi. Het is een proutmond, hè? Het is proutmond. En we hebben hem nou ook echt allebei heel erg zo vast. Want, ja, hi. We zijn een soort van die meisjes die koffers open doen bij... Bij Weekend Millionaires. Bij Weekend Millionaires. Ja. De slechtjes van Linda de Mol. Hè? Of Johnny. Of Johnny. Nou goed, doe maar even... We gaan hem unboxen. Oeh, ik zie al een heleboel vette dingen. Het begint al met deze, denk ik. Oh, dit is tof. Dit is een hoodie. Van Watch Dogs Legion met een logootje erop. Met een varken erop. Een varken, ja, is natuurlijk een van de maskers die je kan dragen. Zitten er twee in. Nou, ze hebben ons gedacht. Salem en Peter van de Games & Podcast. Allebei een truitje. Dat is echt heel truttig zo. Ja, dat is wel leuk. Maar dat is heel leuk truitje. Wat is jouw maat? Nee, dus hoef je niet hard op te zeggen, zou ik vooral niet doen. Maar... Nee, maar ik heb hier een... In de US is dit M en in Europa wordt dit gezien als L. Ja, we hebben dezelfde, dus dan is het goed. Nice. Oké, okay, cool. Nou, mooi. Die ga ik morgen aantrekken naar werk. Mag ik deze hebben? Ja, tuurlijk. Oh, leuk. Voor jou. Dit is heel bijzonder. Nou ja, bijzonder. Dit is heel tof. Dit is George Orwell's 1984. Weet je, echt heel tof, is een boek. Weet je, het is een heel mooi boek met letters. Ik heb geen idee, ik vind het oud medium. Nee, maar wat weet je waar het over gaat? Ken je het boek? Nee. Gaat over, even achter lezen. Nee. Je gaat toch over de toekomst voorspellen? Dystopische toekomst. Terrifying vision of a totalitarian future in which everything and everyone is a slave to a... Het is een regime. Dus, zeg maar, Hij heeft me niet voor jou in Nederlands gestuurd. Dat is niet handig, want het Engels ging je niet echt goed. George Orwell, 1984. 1984. Maar het is Viva Vendetta, hebben we ook een filmhuis van gemaakt. Dat is ook een beetje op dit boek gebaseerd. En de game dus ook. En de game dus ook. Het komt allemaal van dat principe van George. En nou even één dingetje, want ik heb letterlijk favoriete snoepjes en ze zitten letterlijk hierin. Ubisoft kan dit niet weten, maar ze hebben natuurlijk dubbeldekkers vanwege dat het in Londen afspeelt. Maar dit zijn letterlijk mijn favoriete snoepjes. Ah, lekker. Echt letterlijk deze autodrop ook. Vind ik zo lekker, dus die zijn vanavond al op. Drop, fruitduo's zijn dat eigenlijk. Met fruit en drop. Lekker. En drop. Leuk. Nou, er zijn nog wat kleine dingetjes. Een sticker, maar dat is, ja, kan je misschien niet zien, maar dat is stoffig. Ja, kan je borduren op je bomberjack. Ja, maar ook gewoon plakken. Zo'n groot plakrandje op. Oké. Okay. Hebben ze elkaar gedacht. Oh, hier hadden we. Dit wordt de thumbnail natuurlijk. Kijk. Nou vond ik je altijd al een beetje een vies varken. Je lijkt een beetje op Eva Jinek. Jij vindt het echt niet meer leuk, hè? Nee. Nee. Ik ben het gebashed op Eva Jinek. Zo zat. Ja, maar omdat jij er zoveel aandacht aan geeft, ga ik ermee door. Nou, zitten er hartstikke leuke maskers zitten erin. Hele leuke maskers. Hartstikke goed. Van hetzelfde varken. Van hetzelfde varken een pak. Leuk. Hoorschapjes. Ja, dank je. Dat is het teken van intelligentie, ja? Klopt. Nou, dan hebben we hier als laatste, die kun je dan ophangen. Een vlag. En nou vermoed ik, want het is natuurlijk, oh, ik verkeerd op, de Union Jack is dit. En maar dan met geel. Dus ik neem aan dat dat regime wat dan over Engeland heerst, dat is hun vlag. Behalve dan het logo van de game, I suppose. Ja, leuk! Vet hoor! Ja, want de Union Jack is natuurlijk een combinatie van alle vier de landsdelen. Je hebt de England vlag, en de Welsh vlag, en de Scottish en de Northern Ireland. En dit is met iets met nieuws erin. Nieuws erin. Wat iets, we dan, iets wat vrije democratie niet toelaat. Leuk! Gezellig spel! Ja.
Jij hebt een, oh, iets van een postertje of zo. Hoppakee, kijk nou. Ja, een postertje. One of many, one of you. Zijn dit dan dezelfde, denk je? Denk het wel. Is het one of many, die poster? Ja, het is one of many van die posters. Ik doe er eentje even open, even voor de zekerheid. Nou, nee, Petertje. Ja, onderschat weer de kunde van Ubisoft in het maken van, We shall never surrender. Nooit. We shall never surrender. Zo praten ze dan, hoor. Ja. Nou, weet ik niet. Zo gaat het, ja. Zo gaat het in het Britland. Leuk. Superleuk, Ubisoft. Dankjewel dat je dit hebt opgestuurd. Ik weet niet of we er zijn. We zijn er. Schuim. Ja, ik had het al... Dat heb je al gecheckt. Ja. Gewoon, dus eigenlijk schuim bedriegt. Nou, superleuk. Heel leuk pakket. Neem lekker een hoodie mee naar huis. Ja, dit vind ik goed. Ik ga hem dragen. Goed. Ik ga hem zeker ook dragen. Ja, heel leuk. En ik ga dit boek lezen. Ja? Nee. Waarom niet? Is het Star Wars? Nee. Nou, dan houdt het al gauw op. Big Brother is watching you. Dat is toen al bedacht, hè? Ja, dat is, als mensen dat zeggen, refereren ze ook naar, niet naar het reality-programma met Jaap Terror. En Ruud? Of nee, dat was in een ander programma. Maakt niet uit. Bart en Ruud was seizoen 1. Van Big Brother. Maar ja. Dit is volgens mij waar dat vandaan komt. Big Brother is watching you. Ja, nou, het zijn ook echt een paar in één. Ja, ik kan je zien. Maar het zijn een paar in één, zo'n tekst. Leuk hoor. En deze ga ik soldaat maken. Lekker man. Ja, die vind ik echt zo lekker deze. Zijn echt jouw lievelingsauto? Echt mijn lieveling, nee, maar echt lievelingssnoepjes. Van oh, period. Ook boven blauwe M&M's? Boven blauwe M&M's. Bizar. Echt hè? Ubisoft, dankjewel. Dankjewel Ubisoft, cheers. Cheers. Tot de volgende keer, als er weer wat is om te unboxen. Nou, Mario Live Circuit. En de Xbox Series X. Dummy. Volgende week is weer video week. Ja, dan gaan we video's maken. Maar ja, leuk. Wij kunnen alleen video's maken als er input komt, hè? Ja, dat is verder vrij weinig over te doen. Daar hebben we al een podcast voor. Waar we dus 125 afleveringen van hebben. Cheers, gefeliciteerd. Waar zit dat knopje nou? Yeah.